Dames, oh man, het is zo vroeg, hè. Het is nu 7:15 en ik ben bij mijn ouders. En ik ga vandaag naar Amsterdam, in mijn eentje. Want Willemijn die kon niet, dus ja, er moet toch iemand gaan. Want we mogen naar een Mac Masterclass Trend Workshop. Natuurlijk super tof, echt, ik heb echt heel erg veel zin in. Ik vind het ook heel spannend in mijn eentje. Niet dat ik nou zo weinig reis, want ik reis echt heel vaak van Rotterdam naar Groningen. Dus naar Amsterdam is echt een peulenschil. Maar het gaat er gewoon om dat ik alleen ben. En ik weet eigenlijk helemaal niet wie er komen. Dus ik ben heel benieuwd. Ik laat me verrassen. En zoals je ziet, dit is echt mijn slaperige hoofd. Dus ik ga even een heel klein beetje foundation opdoen. Maar dit is trouwens ongeveer hoe mijn huid eruit ziet zonder foundation. Nu ik de producten van Hanna gebruik. Nou, eigenlijk wel heel goed. Echt een heel stuk beter. Ik had nooit echt een slechte huid, maar nu, ik merk gewoon wel verandering. Het is wat gladder en ik heb gewoon bijna geen velletjes. Bijna geen velletjes. Ik heb geen velletjes. Dames, ik ga me even klaarmaken en je ziet me straks weer terug. Zo, ik ben er helemaal klaar voor. Ik ga nog even snel een beetje ontbijten en dan richting bus. Zoals je ziet in Amsterdam, in mijn eentje, zonder Willemijn en op weg naar UPR. Jongen, zeg, echt de zenuwen gieren door mijn lijf. Want als ik alleen met een bus moet, echt is 3 keer niks. Vreselijk. Ik ging net richting UPR, moest ik lijn 21 hebben. Gaat die richting Haarlemmerplein of zo? Oh, is iets bijna zo. Gaat hij richting Haarlemmerplein? Wist ik veel. Dus ik dacht, ik moet hier uitstappen. Was dat niet zo? Echt, dat gaat niet goed met mij hoor, alleen in Amsterdam. Nou ja, uiteindelijk ben ik er wel gekomen, maar er kwam maar geen einde aan. Ik dacht, waar blijft die idiote van Halsstraat nou? Nou ja, zoals je ziet ben ik er nu dus. En hier achter mij is altijd de Fashion Week. Dus ik ga nu richting UPR. Oké, ik ben hier met... Hi, ik ben Jill en ik ben hier namens Cynthia van MissLipgloss.nl. Precies. En journalistiek deed jij, of ja, niet? Ja, ik ben journalistiek. Ja. Ja, in welk jaar zit je? Ik ga dan naar het 3e jaar. Oh, kijk. Je bent bijna afgestudeerd dan. Hoi, en? Ik ben Debbie van de Himst en ik ben hier namens Beauty Journaal. Gezellig. En wij zijn de enige 3, jongens. Gezellig, hè? Dus, we hebben 4 trends eigenlijk. De eerste die noemen Sense and Sensibility. Dus die neem je dan ook direct aan de romantische films en zo denken. Dus het zachte en het warme ook. Ook de lippen, de rode lippen zeker, die blijven ook in focus. Dus dat blijft ook zeker terugkomen. De roze dus, niet? Een roze lippen minder. Maar je, je ziet dat deze rode eigenlijk ook wel een roze ondertoon heeft. Dus je mag daar ook zeker mee gaan spelen. Maar voor herfst-winter gaan we dan ook heel vaak naar een dieprode lip. Dus het kan ook burgundy-rood zijn. Oh, ja. Het kan zelfs bruinrood zijn. Dus met die ondertonen kan je zeker ook mee gaan spelen. Je ziet dat ook hier, die donkere lip. En dan heb je, wat ook heel belangrijk is, herfst-winter, zijn eigenlijk de wenkbrauwen. De wenkbrauwen hebben we vaak eigenlijk bijna geen aandacht voor. Daar keken we bijna niet naar. Of we gingen ze bleachen. Dan gingen we ze weghalen. Maar nu is het echt heel belangrijk dat die wenkbrauwen ook een aandachtpunt zijn. Dus de wenkbrauwen aanzetten, ook al op een super natuurlijke manier eigenlijk. Dus gewoon kijken waar dat het een beetje een gaatje is of zo. En dat ga je dan opvullen, dat die mooi zijn aangezet in natuurlijke tinten. Of je kan ze zelfs donkerder maken en iets zwaarder eventueel zelfs. En dan eventueel zelfs wat rechter. Dus de modellen mochten ook je wenkbrauwen niet meer epileren en zo. Hè. Dus ze mochten wel wat terug wat rechter, wat natuurlijker overkomen. Maar die wenkbrauwen zijn heel belangrijk. Als je gaat kijken naar de rode draad eigenlijk in de trends, is het echt zo een vrouw die rondreist, een beetje bohemian, maar wel het couture chic. En dus we hebben punk meets couture. En dus echt een heel mooi opgemaakte huid. En dan ga je zo meteen zien die eyeliner die dan wat een edgy heeft. Maar dus de Sense and Sensibility is onze eerste trend. Romantiek.
romantiek. Sepia staat hier, jewel-like metallics. Dus je krijgt eigenlijk vooral die invloeden van het reizen en van al die culturen die we tegenkomen in onze reizen. De juwelen waardoor dat je kan geïnspireerd worden, de stoffen, de materialen. Van elke cultuur ga je bijvoorbeeld iets meepikken van ah ja, ik vind het Mediterraans blauw heel mooi. De Marokkaanse oogmake-up bijvoorbeeld. Of juist tribals gaan zetten bijna. Dus dat je echt door het rondreizen inspiratie krijgt. En je ziet die burgundy kleuren die echt wel belangrijk zijn, maar dan met een Fries accentje om het mooi open te houden. Echt juwelen na willen bootsen. En dat is dan een mixing medium. Een eyeliner. Oh, okay. En dan met pigmenten gemengd om dan deze aan te brengen. Dan moet je gewoon vrij snel werken. Ja, want je moet al direct je vorm er eigenlijk in zetten, omdat die iets sneller droogt. En dan staat die vast en dan beweegt die niet meer. Okay. Dus dan gaat die ook echt wel blijven zitten. En je behoudt die metallic finish dan natuurlijk en het lijkt alsof dat je juwelen op hebt dan. De derde trend hebben we home structure. Dus dan heb je meer over contouren en schaduw leggen in het gezicht. En structure, dus gestructureerd je gezicht bekijken eigenlijk. Dus eigenlijk ook weer bijna geometrisch eigenlijk je gezicht gaan onderverdelen. Dus ook een mooie shaping leggen. Dus heel goed je jukbeenderen aanzetten. En daar hebben we dus die Pro Sculpting Creams heel vaak voor gebruikt. En die Pro Sculpting Creams zijn wij al als senior artist al wel eventjes aan het testen backstage. En die gaan ook zeker komen. Het is een cream, zoals een cream blush eigenlijk, maar dan om te shapen. Okay, dus heel makkelijk om te blenden. Want het moet eigenlijk ook allemaal mooi met je huid versmelten. Het zou één geheel worden en niet dat je het product daar ziet op liggen en dat je dan eigenlijk te veel make-up ziet zitten. Dus het lijkt dan echt een natuurlijke schaduw dus op het gezicht, maar je ziet het is wel mooi aangezet. Artitech. En Artitech, Artistic Precision, dus de liners. Dus hier heb je sterke liners. En heel grafisch, heel geometrisch, dus echt berekend eigenlijk aangezet. En ook de negatieve ruimte van de eyeliner is bepalend. Zo leuk. Ja, super, hè? Echt heel, heel goed bedacht allemaal en ook echt beredeneerd, hè, want als de ogen open zijn, is het echt ook optisch een rechte lijn. Waar hebben we dan nog? Heren, bij Erdem bijvoorbeeld heb je alleen de wing van de liner eigenlijk die aangezet wordt. Ja. Dus ze zetten ook eigenlijk eerst in het hele klad een mooie liner. En alleen het uiteinde hielden ze. Dus dat het echt ook wel klopt. Dat niet gewoon van, ah, we zetten daar een driehoekje. Als de ogen open zijn, had je ook echt het gevoel dat zij een volledige eyeliner op had. Je vindt hier, is ook een heel leuke liner. Upsie. Oh, want die ook zo chopped off is. En dan juist zo in de arcadeboog aangezet. En hoe begin je die? Waar zet je je eerste streep? Dus je begint eigenlijk waar het al het dikste is. Ja. En aan je buitenste wimpertjes. En dan ga je naar binnen toe. En dan ga je eigenlijk met je penseel zo recht mogelijk. Wat dan heel belangrijk is, is dat je je binnenste ooghoekje en je buitenste ooghoekje op één lijn zet. Oh, dan krijg je echt een recht gevoel. Ga je dit met verlengen met je onderste wimperrand, wat we meestal doen als we een winged eyeliner gaan maken. Ja. Dan heb je dat rechthoekig gevoel niet meer. Nee, dan verdraai je dat helemaal. Dus nu gaan we deze lijn en deze lijn recht maken. Grappig. En dan hier, je zet het gewoon aan zelfs en je kan het mooi weghalen. Eigenlijk op zich, het rechthoekige dat er nu in zit, is zeker geen extra moeilijkheid geraakt. En dan ga je... Dus wat een heel makkelijke liner is om te gebruiken, is de Fluid Line. Omdat dat op basis van gel. Een echte vloeibare eyeliner, die blijft iets langer nat. En gaat dan vaker zo van boven daartegen, als je te snel je ogen open doet, daartegen komen of zo. Hè. Dus op zich, zeker als je zo grafische liners wilt zetten, werkt een fluid line heel makkelijk. Qua penseeltje, heb ik daarnet ook gezegd, is het een beetje zoeken wat voor u het makkelijkste werkt, wat voor u makkelijk in uw hand ligt. En dat is een beetje uitproberen. Ik gebruik bijvoorbeeld de 209, dus vrij vol bijna, in een puntje. Maar we hebben ook een afgeschuind, wordt heel vaak gebruikt, omdat mensen dan ook heel makkelijk zo net die hoek daarin kunnen zetten. Dus ook weer wat zoeken. En de 211 is een vrij nieuwe liner en die is iets voller onderaan en gaat dan in een heel fijn puntje die ook heel stevig is, om het dan zo eventueel aan te zetten. We hebben ook een mini fijn
Maar dat is voor velen iets moeilijker. Ik vind het fijn om op mijn hand te werken, je hoeft dat niet te doen. Maar... Want wat wil ik doen? Ik wil eigenlijk dat mijn penseeltje overal product heeft, dus dat dat helemaal vol zit met product. En ook dat het in een mooi puntje blijft. Als je dat met je afgeschuimd penseeltje doet, dat je ook zorgt dat je echt vlakke uiteinden hebt. Dus dat dat niet... Mooi scherp. Ja, dat dat echt zo mooi scherp is, dat je heel precies kan aanzetten. Dus ik had er net ook gezegd van, probeer met je kant te beginnen waar je het iets moeilijker mee hebt. Want dan kan je andere kant, je makkelijke hand, makkelijker aanzetten. Qua symmetrie ga je zien dat het dan toch vlotter blijft. Dus Nina heeft al een klein beetje een liner dicht tegen haar wimperrand. Maar vrij natuurlijk, hè, gewoon, het is een heel natuurlijke, de wimperrand wel aangezet. Wij gaan een stevige liner zetten. Bij veel mensen, ik ga hem nu eventjes zo demonstreren, gaat de arcadeboog, die plooi, gaat bijvoorbeeld heel laag komen of vrij dicht naar de buitenste ooghoekje. Oh. En als we daardoor een lijn gaan zetten, gaat dat zo een knikje geven in die liner. Heb je misschien al wel eens gehad dat je dacht van ik ga die wing maken en je gaat snel naar boven en je doet open, je kijkt voor je en dan geeft ineens zo een knik erin. Een dus dat komt niet zo heel gesofisticeerd over en we willen dat juist wel hebben. Dus als je dat hebt, ga je eigenlijk voor je kijken en ga je eventueel zelfs heel recht onder de arcadeboog blijven. Daar net onder blijven. En dan kan je eventueel terug naar boven gaan. Dus dit was het. Dit is trouwens mijn crazy eyeliner look. Die eyeliner komt dus in. Een beetje van die grafische eyeliner. Zoals hier. Nou, ik vind hem wel heel erg grappig gelukt. Het is gewoon een rechte eyeliner. Oeh, werkzaamheden. Nou goed. Heel erg. Hoe zeg ik van mijn eyeliner look? Echt grappig. Ik ben trouwens nog niet heel raar aangekeken in de trein of op straat. Dat valt me echt alles mee. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel weer. Doei!